Wanneer was je allereerste vakantie en met wie? Mijn allereerste vakantie die ik me zeg maar nog kan herinneren was toen ik met mijn familie naar Turkije ging. Want mijn opa en oma waren zoveel jaar getrouwd, dus toen gingen we naar Turkije. En dat vond ik wel heel leuk. Wat was jouw leukste vakantie en waarom? Mijn leukste vakantie was denk ik Oostenrijk. Toen ging ik gewoon met het gezin. Alleen ik had daar zeg maar een heel leuk vriendinnetje gemaakt. En die heette Anaïs en die was Belgisch. En daar had ik daarna zeg maar ook nog contact mee. Toen ben ik ook nog een keer naar België gegaan. En dat was heel leuk. Ga je dit jaar ook op vakantie? Dit jaar gaan we naar Frankrijk waarschijnlijk. En ik ga gewoon met mijn broertjes en mijn vader en moeder. En ja, dan gaan we meestal gewoon in een huisje op een park of zo. Wat moet er zeker mee in jouw koffer? Wat ik zeker mee moet nemen op vakantie is natuurlijk mijn telefoon. Want daar kan ik namelijk echt niet zonder, want ik luister er ook muziek op. Dus ja, daarom heb ik natuurlijk ook mijn koptelefoon meegenomen. Omdat ik altijd muziek luister in de auto, want anders word ik misselijk. Dan ga ik over mijn nek. En dus daarom heb ik dat mee. En ik heb een boek meegenomen, wat ik vaak lees op vakantie. Als ik niks te doen heb, is namelijk meestal een beetje saai. En ik heb ook mijn bikini meegenomen, want je moet natuurlijk wel zwemmen. En ik had nog mijn gedichtenboekje meegenomen, omdat ik vaak gedichten schrijf in het boekje op vakantie. Heb je wel eens een vakantieliefde gehad? Ik heb nooit echt zelf een vakantieliefde gehad, maar er was wel een keer iemand die mij leuk vond. En dat was niet zo heel grappig, want hij zat de hele tijd zo tegen mij en zei van ja Anne, kom met me mee zwemmen. Maar ik wilde helemaal niet met hem zwemmen, want ik vond hem helemaal niet leuk. En het was echt niet leuk. En dan kwam hij zo bij ons huisje binnen en mijn ouders zagen zo van ja, Anne, dit is wel echt leuk voor jou, maar ik vond het echt niet leuk. Hoe ziet jouw droomvakantie eruit? Mijn droomvakantie is denk ik wel om samen met Aniek naar Ibiza te gaan met z'n tweeën. En dan, want op Ibiza kan alles. En dan is het altijd zo, een soort eiland waarbij alles kan en waar het altijd allemaal feest is. En Aniek en ik houden van feest. Dus dat wordt dan heel leuk. Dus dat is wel mijn droomvakantie dan. Zwem je liever in de zee of in het zwembad? Ik zwem liever in het zwembad, want daar zijn glijbanen. En ik hou van glijbanen, want anders is het zo saai. Daar hou ik van glijbaan. Spreek je een aardig woordje buitenlands? Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans? Ik kan me een beetje redden met mijn talenkennis. Niet echt voluit of zo. Want ik heb natuurlijk wel Engels, Frans, Duits en Nederlands op school. En mijn vader die wil het heel graag op vakantie naar Noorwegen. En ik vind het allemaal helemaal geweldig. Dus ik had van mijn vader geleerd om te zeggen fijne vakantie. En dat is good you.